So my depression starts at age 10, which is very early for a person to start. You've barely lived at all, and already you no longer want to live because you are suicidal. Migranten komen toch naar Nederland omdat het leven hier beter is? Waarom lees ik dan in de kranten het ene na het andere bericht over jonge mensen van onder de 30 die euthanasie willen? When I was 11 years old, I had my first plan to commit suicide. I even told my baby brother about it. Eileen krijgt euthanasie wegens psychisch lijden. Ja, ze kon geen vriendje krijgen. When I was 12 years old, I remember lying on the floor in my bedroom, holding a sort of pocket knife that I had sharpened first, and I held it over my heart, and I wanted to jab it right into my heart. But I couldn't do it. Romy, 21, kiest deze maand voor euthanasie. Het leven is niet voor mij gemaakt. Nee, een vriendje heeft het uitgemaakt natuurlijk. When I was 13 years old, I kept thinking of this idea to hang myself. Aurelia, 29, sterft over 12 dagen. Na zo'n rot leven heb ik recht op een waardige dood. Maar wacht even, euthanasie is geen waardige dood. Een waardige dood, dat doe je op het slagveld. Niet op je rug liggend met een spuit in je arm. When I was 14 years old, my intention was to jump in. I figured that the river water would be so cold in the wintertime that if I jumped in, it would shock my muscles into like some kind of catatonic state, and I would just drop like a brick to the bottom, drown, and that would be it though. Instead, you know, I didn't do it, you know. Zoraya zat al 2,5 jaar lang op de wachtlijst voor euthanasie. Vanwege die domme rechtse fascisten. Het leven lukt gewoon niet. Nee, ze kon de loterij niet winnen. Krasloten op. When I was 15 years old, I filled the bathtub with cold water. I must have spent a few hours in that cold water, but it didn't work. I was just cold. I was not even in hypothermia, nothing. It was just cold. And I started vomiting. Or I had the sensation of wanting to vomit out the heart medication, which had no effect on me really. Johanna krijgt vandaag euthanasie. Ik ben euforisch. Oh, nou ben je wel blij. Dan kun je toch verder met leven. When I was 16 years old, oftentimes during all these years, I would go to bed, go to sleep, wishing I wouldn't have to wake up in the morning. I wish I would die in my sleep. I can't remember the dozens of times, maybe even 100 times, that I went to bed hoping that I wouldn't have to wake up anymore, that I would just die in my sleep. Sandra kijkt uit naar euthanasie, naar ondraaglijk psychisch lijden. Ja, haar man was een klootzak. Gelijk euthanasie natuurlijk, logisch. So I'm 16 years old and at 4 a.m. And my mother found me that morning lying in our backyard underneath the trees in our backyard. It was in the winter cold. I had attempted to hang myself, right? And in the end, I also attempted to break my own leg because I didn't want to go to school anymore. Esther koos op jonge leeftijd voor euthanasie vanwege ernstig psychisch lijden. Ja, haar ouders waren niet goed natuurlijk. Gelijk euthanasie, gewoon jezelf aanrekenen. When I was 18 years old, I attempted more strangulation by hanging myself. Jonge vader wil euthanasie voor ondraaglijke hoofdpijn. Ik heb nu ook hoofdpijn van dit soort berichten. Maar ik zou deze man graag een schop in zijn ballen willen geven. Heeft hij nog wat anders om over na te denken? I also, by the time I was 19 years old, put wrapped a bin bag around my head with some elastic around it, so it would close tightly and not let any air in and out. And it turns out that at some level, when the CO2 level is too high, your brain enters a panic mode. I start to panic and I'm fighting it. I'm fighting the panic. I'm holding my hands down, like, don't do it. Like, don't scratch the bag open. But then, of course, I scratch the bag open. Another attempt to kill myself failed. Kinderarts, dit is 10 jaar geleden al, artikel van 2014. Maak euthanasie mogelijk voor jonge kinderen. En dan, 2 jaar geleden, minister Kuipers, die van ons
euthanasie voor kinderen onder de 12 jaar is ook mogelijk. Ja, 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 ja. Na al dit soort berichten heb ik nog maar één vraag. Wanneer geven wij al onze politici euthanasie? Maar ik zou deze man graag een schop in zijn ballen willen geven. Heeft hij nog wat anders om over na te denken?